Marco Schuitmaker op zoek naar perfect pak voor Edison uitreiking, eerste keer in zijn leven. Voor Marco Schuitmaker is de dag van de Edison uitreiking bijzonder spannend. Als kanshebber op deze prestigieuze muziekprijs, besloot de volkszanger dat het tijd was voor een speciale outfit. Voor het eerst in zijn leven waagt hij zich aan de aanschaf van een pak, een moment dat werd vastgelegd door Show News. Het is behoorlijk spannend voor mij, vandaag ga ik een pak kopen, deelt de zanger. Er zijn natuurlijk vele prijzen in de muziekwereld, maar een Edison is echt een bekroning op je werk. Ik zei altijd, als je er een mag winnen, dan heb je het gemaakt. In een winkel vol pakken maakt Marco zijn keuze. Dit wordt mijn allereerste pak, enthousiast vertelt hij. Ik ben echt benieuwd hoe het mij zal staan. Het moet wel een beetje feestelijk zijn. Na het passen van een zwarte smoking, waarvan hij vindt dat deze perfect zit, voelt de uitreiking wel heel dichtbij. Eerder had Marco gesuggereerd dat hij benaderd was voor zijn eigen reality-serie, maar of dit doorgaat is nog niet zeker. We zijn erover aan het nadenken, maar we hebben nog geen definitieve beslissing genomen, vertelde hij aan Show News. Misschien overwegen we het ooit wel. Het idee van een reality-serie brengt echter ook overwegingen met zich mee voor Marco. Het is een behoorlijk privé-aangelegenheid, zoiets doe je niet alleen. Het moet ook relevant zijn voor anderen. De recente ontwikkelingen suggereren echter dat de serie misschien toch een stap dichterbij komt.